als kind zeiden, ben ik misbruikt. Maar ik ben eigenlijk veroordeeld, ik was slecht. Dus ik kon naar Almelo gaan. In het naaiatelier van het klooster moest ze van 's morgens vroeg tot 7 uur 's avonds achter de trapnaaimachine. Ik zat tegen de muur aan te kijken en naast mij zat een zuster. En als wij dus stopten met naaien, om wat voor reden dan ook, of we keken om. Joke, doorwerken, doorgaan. Constant, je gaat maar door. En dan heb ik het over kinderen van 13, 14 jaar. De meisjes gingen niet naar school. Douchen mocht eens per week. Daar stond je dan en je kreeg een beetje zeep in je handen. En daar stond aan de rechterkant stond daar een zuster. En die bestuurde de kraan. Je had 2 tot 3 minuten om maar te zorgen dat je gedoucht had. En als je lang haar had en je haar wilde wassen en het was niet klaar, dan had je pech. Joke is een van de weinigen die haar eigen dossier heeft. Ze herkent zichzelf er niet in. Ik ben en aardslui. Ik lag de hele dag met mijn hoofd op tafel. Bijzonder, want ik zat de hele dag te naaien. Ik was doortrapt als een vrouw van 80. Door en door verrot. En ga zo maar door. Ik bedoel, dat dossier, dat is 1 grote aanklacht tegen mij. Maar ik was helemaal niet slecht. Ik was misbruikt. En ik werd bestempeld als dader. Ik heb seks gehad. Ik was verdorie 9 jaar. Ik kreeg de schuld. Die vent, die dader, die heeft 3 maanden gekregen. Ik heb er nog last van. Hulp was er niet voor Joke in het klooster. Sterker nog, er kwamen alleen maar trauma's bij. Een heel groot deel van mijn latere leven was het enige wat ik kon. Luisteren, gehoorzamen, niet ergens tegen ingaan. Want dan krijg je straf. En dat duurt heel lang voordat uit je systeem is verdwenen. Met de lotgenoten zoekt ze nu erkenning en genoegdoening voor wat de meisjes is aangedaan. We hebben inmiddels een advocaat bereid gevonden voor ons te gaan strijden, Lisbeth Zegveld. Daar ben ik heel erg blij mee. En gaat het mij om dat geld? Nou, mooi niet, hè? Ik wil, van mij op het gaan ze hier op de heuvel staan, hè? En gaan ze hardop zeggen, van, we hebben er zo spijt van. Dit had nooit mogen gebeuren, weet je, dan is het voor mij ook goed.